Maud Wilting, dierenarts van Dierenkliniek Lingewaard. En dit is Fred en wij gaan het eventjes kort hebben over senioren. Het ligt een beetje aan het ras van het huisdier waar we het over hebben. We hebben het nu even over de honden en de katten qua senioren. Maar in de regel is een hond of kat een senior vanaf een leeftijd van 7 tot 10 jaar. Wat ik al zei, het verschilt een beetje per ras. Het verschilt ook per formaat. Hè. Je kunt je voorstellen dat een hond van zwaarder dan 40 kilo, dat die wat eerder in de categorie 7 jaar al bij de senioren hoort. Terwijl een Jack Russeltje, 10 jaar en dan is het een senior. Voor katten geldt ook afhankelijk van ras en formaat dat we het over 7 tot 10 jaar leeftijd hebben. Dat we toch gaan zeggen dat het senioren zijn. Fred gaat er eventjes vandoor. Een senior huisdier, waar moet je op letten? Nou, er zijn een aantal zaken die wij dus zien veranderen op het moment dat we het hebben over een senior. Senioren krijgen wat meer problemen, net zoals bij de mensen. Ouderdom komt met gebreken, maar ouderdom is geen ziekte. Op het moment dat je bepaalde aandoeningen tijdig erkent, onderkent, dan kun je daar soms ook nog wat aan doen. Hartproblemen zien we vaker bij oudere dieren. Nierproblemen. Schildklierproblemen, gebitsproblemen, artrose is een hele bekende hè, die we ook veel zien bij oudere dieren. Bij katten is het bijvoorbeeld zo dat veel oudere katten artroseklachten hebben, maar dat dat eigenlijk niet zo heel erg opvalt bij de eigenaar van het dier. De kat zit wat vaker in de vensterbank, springt niet meer over de schutting, dat soort zaken, hè, van die kleine subtiele aanwijzingen. Maken het dat je zou kunnen denken van, heeft mijn kat niet een artrose? Bij een hond is dat veel duidelijker, want je neemt je hond mee wandelen en je ziet dat hij veel meer achterblijft. Hè? Dat hij niet meer zo met je meeloopt. Nou, dat soort zaken veranderen dus allemaal naarmate de leeftijd vordert. Op het moment dat je denkt van, mijn huisdier begint wat klachten te krijgen, dan is het logisch dat je eventjes contact opneemt met je dierenarts. Maar er zijn ook heel veel dierenartsen die een seniorenconsult aanbieden. Daar zijn we weer. Zo bieden wij een grijze snuitjesconsult aan, omdat we het woord senior iets minder gezellig vinden klinken, maar vooruit, het zijn eigenlijk senioren. En wat doen wij daarbij? Nou, dan is het een paraveterinair die tussentijds, tussen alle andere bezoekjes bij de dierenarts door, uw huisdier nog eventjes nakijkt. Daarbij ook de nadruk legt op een urineonderzoek, die doen wij dan gratis. En daarbij een bloeddrukmeting die wij gratis uitvoeren. Want op die manier kunnen we ook heel makkelijk en vrij voortijdig nierproblemen en hartproblemen onderkennen. En lang niet voor ieder dier is het een straf om nog een keertje extra naar zijn dierenarts te gaan. Zoals jullie ook zien aan Fred, want die ligt er heerlijk bij. Dus die kan best een keertje extra langskomen. Voor een grijze snuitjesconsult. Maar die heeft het nog niet nodig. Die is nog te jong.